Van harte welkom bij deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting Lezen en Schrijven. Het is niet zomaar een nieuwjaarsbijeenkomst, het is een hele bijzondere. Het is voor mij inderdaad een prima moment om te zeggen, er is echt ook iemand anders nodig die naar deze nieuwe fase de stichting en dit hele veld kan meenemen. Mijn ambitie is om nog meer mensen te betrekken dan tot nu toe. Taal is de sleutel. Ik heb er heel veel respect voor dat mensen die stap zetten om uiteindelijk iets aan die taalachterstand te doen. En daarin zijn de taalambassadeurs van vandaag die hier aanwezig zijn. Echt onmisbaar. Beste prinses Laurentien, vroeger bestond ik uit twee personen. Voor de buitenwereld een vrolijke jongen, van binnen angstig en verdrietig. Mensen hebben geen plafonnetjes. Mensen die krijgen een plafonnetje van mensen die dat zeggen. En dat gaan we niet meer doen. Gaan we niet meer doen, Koos. Je hebt ontzettend mooi gesproken. Zolang echter laaggeletterdheid nog een groot probleem is in onze samenleving, zijn we, zo vinden wij ook, verplicht om gezamenlijk een inspanning te leveren. We moeten vooral niet de persoonlijke schade vergeten, want die is natuurlijk ook enorm. Ja. Maar het heeft ook een grote maatschappelijke en economische component. Nooit denken vanuit bestaande structuren, maar altijd denken samen met elkaar naar wat er nodig is. Ja, Prinses Laurentien.